Deze beschouwing die is weer lekker rustig. Mijn werkdag zit erop. Ik ben bijgekomen van de busreis. <laughs> en ik heb een potje thee erbij. We gaan het hebben over toffe dingen uit de Bijbel. Toffe, dat is trouwens Hebraeus. Betekent goed. De mazzel betekent uh, goed geluk Een mazzel is geluk en mee stoffen toffe stukken uit de Bijbel dan is deze keer Jesaja 15 en Jesaja 19 vers 15 we ...dengenen die zich diep versteken willen voor den Heren... ...hun raad verbergende... ...en welker werken in de duisternis geschieden... ...en zij zeggen, wie ziet ons en wie kent ons? Dan mag je in deze tijden, met al die samensweringstheorieën... Oh, dat kan helemaal niet hoor. Dat mensen zich uh, diep versteken. Hè? Dat ze dat echt willen. Hè? En uh, dat ze overleg gaan hebben. Hè? Hun raad, hè? Dus hun council. Dan doen ze het verborgen man. En, en ze doen alles wat ze doen. Dus, ze hebben helemaal in het de duisternis. En, en ze zeggen ze ook nog... Uh, uh, wie heeft ons in de gaten? Wie kent ons? Huh. Nee, die mensen die bestaan niet. Gaat er weer, die bestaan wel. Bijvoorbeeld. ...migakat... en anc vat. En nog wat meer van die lui, van de klokkenluiders-alarm uh, in Nederland. En uh, we gaan iets verschrikkelijks doen. Eigenlijk opruiers. Hele negatief pratende mensen. En die blijken dan achter de schermen overleg te hebben. Die, die, die kennen elkaar. Van uh, tf, uh, het Leids Studentenkorps of zo. Daar is Francis Capella achtergekomen. Die luiden doen ongelooflijk wild. En ah, dit, dat, uh, geen, uh, uh, geen berg is te hoog, geen zee te diep. We gaan ervoor. Ja, totdat je dan met concrete plannen komt. En dan is het, oh ja. En dan krijg je geen antwoord op je e-mails. Dat zegt Francis Capelle. En waarom zou Francis hierover jokken? Ja, zeg zelf. En dan terug naar Jesaja 19, vers 15. Uh, Wee, uh, Migakat en Armsefat en die andere Tulala. En die rare verhalen, de wereld in slingeren. Ja. Iedereen die uh, wat zegt over Demmeke. Jongens, Demmeke, je weet wel hè. Nou, joh, uh, iedereen hoor, we dood, gelijk dood, man. Dat is helemaal niet waar. En dat soort geluiden worden dan door die mensen in de wereld geslingerd. En andere mensen die ragen er helemaal van, oh nee. Iedereen die wat zegt over Joris Demming, die gaat dood, oh, en ik moet nog boodschappen doen. En nee, uh, ja. Ja, dengenen die zich diep versteken willen voor den heren, hun raad verbergende, en welker werken, in duisternis geschieden. En zij zeggen, wie heeft dat in de gaten, wie weet aan wie we zijn. Nou ja, Franses Capelle die denkt te weten wie zij zijn. Namelijk een vriendenclubje dat achter de schermen een beetje afspeekt van jij gaat hierover lopen zeiken en ik ga daarover lopen zeiken. En dan heeft dat volk iets te zeiken en dan gaan ze in elk geval niet uh, ja, zeiken op een eigen manier. Maar wij gaan bepalen waar ze over gaan zeiken. Als uitspraak van Lenin. Lenin is een van de club. Dat heet ook wel. Uh, het kabaal. Noemen wij dat ook weer op zijn Nederlands? Kliek. Dat is het Nederlandse woord. Er is een kliek. De eerste. En die. Uh, willen niet weten van God. Echt niet. Die de. En die hebben overleg en daar mogen wij niet eens bij zijn. Dat zeggen ze ook zelf nog een keer. Zo'n bilderberggroep bijvoorbeeld. Hè? Daar mogen wij dan niet bij zijn. Dat zeggen ze dan. Nou, dat is een beetje op de grens. Het was een... Er is nog een. Op de grens wil ik zeggen. Je weet nog wanneer er een bilderbergmeeting is. Het trouwens, eentje in mijn kennis kring. Ja, je gelooft het niet. Maar die is gevraagd. Jaren geleden al. Met zijn business zat hij boven de 1 miljoen grens. Hoe die jongen dat voor elkaar krijgt, ik weet het niet. Hij is ook ontzettend populair bij de vrouwen, hoe hij dat voor elkaar krijgt, ik weet het niet. Maar hij heeft het echt, hè? Een hele, hele leuke, aparte, geinige, toffe gozer. Ik ben er trots op dat ik hem ken. Jeetje, wat een fratsenmaker. En die speelt het heel goed allemaal. En die is gevraagd om uh, lid te worden. En dat is dan niet de internationale Bilderberg. Maar wel met echte, levensechte mensen uit de Eerste en Tweede Kamer. En die komen er even kletsen met elkaar. Goh, kerel, hoe gaat het met jou? En in, dat was. Ik denk een jaar geleden. Het was nog in mijn suiperiode. En toen ben ik daar geweest op de tweede kerstdag bij zijn moeder. Oh, wat een leuke avond was dat zeg. Anyway, toen vertelde hij dat hij weer uitgenodigd was voor 2019 dus. En dat het hoofdpunt van de agenda, dat luidde Francis. En ik vroeg aan hem van Francis? Dat is niet Francis Capelle natuurlijk dan hè? Ja Francis stond er ja. Ik bedoel, denk ik Franciscus Die paus Oh zei mijn vriend Ja dat zou kunnen Ja dat was de tweede kerstdag Verder nergens over gehad En ja dat gebeurt dus En geloof me dat Dat fenomeen uh, Gaat weer ook weer een laagje dieper Dat is als je Wij weten dan dat er in het geheim overlegd wordt. Wel een heel informeel hoor, een drankje erbij, en, uh, niks bindends ofzo, gewoon een beetje overleggen. En als je één keer in die kringen zit, dan ga je weten dat er nog meer overleggen zijn. Ja, natuurlijk. En als je daar dan weer in zit, dan leer je weer dat er nog meer is. Ja, natuurlijk. Wat denk jij nou? Zo werken ze. Dat hebben ze altijd gedaan. Wat is er nieuw? Helemaal niks. En wat Jesaja zegt. Is dat zij uh, ja, zijn, zijn vervloekt? En dat klopt. Want wat God van ons wil, is dat wij één worden. Dat wij om onze naasten gaan geven en lief gaan hebben, net zo hard en net zoveel als dat we houden van onszelf. Dat is wat God wil. Punt. En gaan me nou niet vertellen dat die God die zoiets wil, dat die God een gaatje in zijn hoofd heeft. dat kan namelijk niet. God wil dat jij je naaste lief hebt gelijk dat jij jezelf lief hebt. God wil dat jij tegen andere mensen doet op die manier dat jij het fijn vindt als andere mensen het tegen jou zo doen. Dat is de waarheid. En dat kan niet anders. Als je God accepteert als de schepper van het materiële, de persoon, met de naam en die naam van God is eigenlijk de naam. Iedereen heeft een naam, maar niemand heet naam. Toch? Wat is je achternaam? Oh, mijn achternaam is voornaam achternaam. Nee, dat krijg je dan niet door bij de gemeente. Die accepteren niet naam of achternaam als achternaam. Ja, maar achterboer zijn of achter, uh, achterluk mag denk ik ook nog wel. Maar niet achternaam. Meneer Achternaam, moet u even naar voren komen? Dat is ongelooflijk onhandig. Dus uh, bij ons is uh, het begrip naam is geen naam. Nou, dat is handig, dan is dat de naam van God. De naam voor God is bij deze naam. Meneer Naam. Oh ja, het is een meneer. Ja. Maar dat is ook logisch. De man schept en de vrouw baart. Er is niks seksistisch aan, dat is een natuurwet. Nou, wat we het er even over hebben. Dus even met God, een man en vrouw en zo. Hè, voordat we weer terugkomen op Jesaja. Hè. Maar als je naar nou kijkt naar dieren kijken. heb je van die dieren. en die malen helemaal niet om de kinderen. Echt nul. Kortom, hè, dat zijn dieren. en die zitten lekker een beetje. neem de, de schildpad. Die, die zeeschildpad, die grote jongen. Die is zo lekker is in die schildpadden. Nee, dat zijn haaienvinnen. Maar je hebt ook schildpadsoepen. hele grote jongens. Wegen 100 kilo of zo. En die zitten dan een beetje in de oceaan de hele dag. Wij rond en eten natuurlijk. Hè? Je moet niet een bijt krijgen van zo'n beest hoor. Daar moet je goed mee oppassen. En die zitten dan lekker in de oceaan, lekker te eten. En dan worden ze lekker geil. En dan gaan ze neuken. En dan denken die vrouw: nou zeg, ik heb daar echt de buik vol. Ik weet niet wat hoor, maar ik moet even schijten. Ja, en dan gaat zo'n vrouw, die, gaat, die klimt dan uh, het zand op. Heel moeilijk natuurlijk voor zijn schildpoot. En die brrr, al die eieren eruit. En ze zegt, hé, hé, dat lucht op. En dan gaat weer lekker uh, de oceaan in met de boodschap van, nou... Uh, iemand nog een keer zin? Nou, ze weer seks hebben. Uh, het interesseert ze helemaal niks wat er met die kleintjes gebeurt. Echt nul. En dat is in het geval van de schildpad is dat bijzonder terecht. Want wat zou die moeten doen voor die kleintjes? Dat is veel te traag op het land. En daar moet het toch beginnen, want ze moeten uitgeboet worden door het zonneschijnsel, uh, warmte, dingen Dus ja, er zit niet zoveel anders, zo anders op voor die moeder... om de hele boel maar te laten voor wat het is... en weer lekker te gaan zwemmen. En lekker elke dag vakantie. En gratis dus eten. Kijk, dat is het leven van een schildpad. En die merkt het helemaal niet om zijn kinderen. En dan heb je dieren, daar zit het dan ook tussenin. En dat is het zeepaardje... Waarbij dan de deal is van, oké, okay, uh, jij baart en ik hou het grut bij me. Dus als je als zeepaardje ter wereld komt, dan, ja, dan heb je een soort... wat wij dus de moederband noemen. Dat heb je dan alleen met de vader. Maar dat weet je dan niet. En het interesseert je ook niet. Want je bent geen mens. En voor de rest in het dierenrijk zie je dat... De, de moeder zorgt voor het grut, nou, niet bij insecten en zo, hè, maar bij pandaberen en vooral bij de zoogdieren natuurlijk, hè, die, die worden gezoogd door mama. En vogeltjes heb je dat dan niet, maar vogeltjes moeten wel weer gevoerd worden, dus heb je een nestje. Maar ja, er is dus ook de koekoeks Koekoek. Uh, koek. en die vogelsoort die legt gewoon eieren in andermaals nest. Hoef ik er niet voor te zorgen. Een luie vogel. En dat is het onderscheid tussen man en een vrouw: de zorg voor de kinderen, het zogen, het begin. En, en de man in dit verhaal, wat is dan zijn nut? Ja, er wordt wel eens heel grappig gezegd door sommigen van die biologen: van het enige nut van de man is dat hij sperma spuit. En meer niet. Want de rest kan niet opzouten. Dat is niet waar. De vader is een hele belangrijke voor het kind. In de zin van taal. Letterlijk is dat zo in de maatschappij. Nou is dus die... Het onderscheid dus voor het kind tussen het vrouwelijke en het mannelijke, mama en papa, is dat de taal die komt van papa. Het taalbegrip, de taalbeheersing. De taalkundigheid, de kennis. En komt niet van mama. En je kan het natuurlijk zo hebben dat een vader dan de kuierlatten neemt en dat je dus als kind alleen maar een mama hebt. Wanneer ben je taalkundig, kom je er bekaaid mee af. Dat is allemaal vastgesteld in een sociologisch onderzoek. En vandaar dus dat God in de relatie als persoon tot ons, als onze ja, moeder, dus een ouder zijn, onze voorvader. Maar je, daar zit dus het woord vader in, want dat woord komt van God. En aangezien het dus bij de vrouw niet het woord is wat in dat kind komt en dat, dat, de zoge, het zoge bijvoorbeeld, dat is, dat is moedermelk, dat is niet een woord. Hè? En daar is die vaderrol voor bedoeld. Bij de mens. Is gebleken. Ze hebben daadwerkelijk heel simpel onderzoek gedaan, ze hebben kinderen een taaltestje laten doen. En de beide ouders een taaltest laten doen. Dus dan weet je het taalkundig vermogen van mama, van papa en van het kind. En welke van de twee is nou bepalend voor het taalvermogen van het kind? En dat blijkt dus in een hele hoge correlatie het taalvermogen van de vader te zijn. Dus je moet als vrouw, in, in deze zin, is het dan ook weer dan een hele goede tip voor je. En duik alleen tussen de lakens met welbespraakte mensen. En niet van die blafkonijnen. Maar dat is weer wat heel anders. Anyway, God is mannelijk en zo kwam ik erop. Het gaat over de Heer. En dat heeft dan te maken met dat woord. de taalding. De, de, gewoon de werkelijkheid. Het. Kijk, jij als, als kind van God, je bent je bewust van het feit dat jouw lichaam de Godganse tijd met je meedenkt. Want dat is zo handig. En het is ook handig dat je lichaam meedenkt. Maar je lichaam, dat ben jij niet. Jij bent namelijk een kind van God. Je bent gebonden aan de moraal. Je bent gebonden aan het bewustzijn. En jouw lichaam, wat denkt, dat is geen bewustzijn. Dat bewustzijn, dat ben jij. Dit weten we al vrij lang. Want je komt er anders niet uit met waar het bewustzijn vandaan komt. En waarom zouden atomen uh, bewust zijn in de mate waarin jij dat wel bent? Hè? En doe maar eens een proefje met jezelf. Let maar eens op waar je oog naartoe geleid wordt. Zo'n zo soort onbewuste. Waar trek je oog naar? Wat doet dat oog? Dan moet je eens bij stilstaan. Ook eens een hele goede is om naar een film te kijken. En dan kan je op twee manieren kijken. De ene manier is dat je je laat meesleuren door het verhaal. Dan is jouw lichaam. Uh, dan is jouw lichaam aan het uh, dat is de, dan, dan is dat lichamelijke bewustzijn wat dan meegesleurd wordt in zo'n film. En dan kan je. Ah, oh nee, ho, oh, pas op. En allemaal die dingen krijg je dan. Emoties. Die komen uit het lichaam. Nou, en dan zou je zeggen. Nou, als het heel griezelig is, dan krijg ik zonder meer die emoties. Hè? Dat is helemaal niet waar. Want je kan ook naar een film kijken alsof jij. Um, het werk van een leerling moet beoordelen. Dus jij bent een leraar op de Kunstacademie. Filmacademie. En iemand die komt met een film. En nou, de opdracht was. Het, een deel moet buiten zijn. De, de belichting moet. moet, moet Roman Polanski-achtig licht of zo. Tot, tot opdracht. Nou, zo'n horrorfilm. neemt zoiets als die hele die heel voor de hand liggende, het I know what you did last summer, of um, uh, Friday the 13th met die Jason, en die hele leuke slasher. Anyway, bij die films daar zit een um, als je daarnaar kijkt wanneer je de leraar zou zijn en dit is het product van een van je leerlingen, ja waar ga je dan op letten? En dan kijk je naar de hoek van de camera en dan kijk je naar het licht en dan kijk je naar hoe iemand acteert. Is er goed geregisseerd? Of is er goed geacteerd? Ook dat kan je zien hè? En dan kijk je niet langer naar zo'n film waarin jij laat meesleuren. Nee, dan kijk je naar Um, echte mensen die echt iets doen, namelijk acteren. En hoe doen ze dat nou? Dan kan je dus ook niet meer uh, bang worden van een ja een Dan kan je natuurlijk altijd, ik, ja, maar dat, dat maar dan ben je er ook weer doorheen. En dan ga je ook weer heb ik ook wel eens weer iemand horen vertellen van ja als er te veel knalmomenten achter elkaar komen, dan dan raak je daar immuun voor. Net als bij vuurwerk. De eerste knal, dan denk je: auw! Maar dan de volgende denk je: oh, ze zijn aan het knallen. Dan is het eigenlijk helemaal niks meer eng om naar te kijken. En als je op die manier naar porno kijkt, dan is het ook porno helemaal niet uh, opwindend meer. Dan zie je uh, mensen in een blote bibs. En dan kijk je naar het licht. En dan, nou, iets met de, is het verhaal een beetje geloofwaardig? Of, zijn die shots wel leuk? De camera niet? Nou, allerlei andere dingen. Maar dan is het niet meer dat wat het was. En als je dat vermogen hebt, dan weet je dat het dus jouw lichaam is. Die van dingen schrikt en die emoties heeft en die zich mee laat sleuren. En, en dat jij er altijd nog bent, die dat allemaal waarneemt. Het punt is dat veel mensen met hun aanwezigheid in dat lichaam zitten. Dat, dat lichaam is de baas. Het zijn eigenlijk te vergelijken met. Ouders wiens leven helemaal gedomineerd wordt door het kind. Dus het kind wil, oh, ik wil een ijsje, en ik wil vies en wip, en wip. En als ze dan niet hun zin krijgen, dan gaan ze janken en, en tieren en dan worden ze moeilijk. En dan denken die ouders: Nou, laat ik maar doen wat het lichaam wil. Het kind dus: het materiële. En dat moet dus niet zo zijn. Jouw lichaam mag niet de baas zijn. Je mag het wel laten spelen. Er is niks mis mee. Dat is zelfs goed. Een ouder die zijn kind laat spelen. En zo moet je je lichaam ook laten spelen. Een goed voorbeeld zijn uh, uh, massages, seks, anamieën, sporten. Hele materiële dingen, wat is er mis mee? In het rijtje is seks een gevaarlijke, omdat je de geslachtsziektes van kan krijgen en allerlei toestanden. En hou je je aan de wetten van Mozes, dan is er niks aan de hand. Dan heb je je vaste partner en dan doe je daar yoga mee, en dan mag het hem uit. Je bent toch getrouwd? Je hebt het toch al een keer gedaan, dus we maken het uit dat ik het nog een keer doe? Het wordt raar als je het een keer gedaan hebt met je Jantien en je gaat het daarna ga je het doen met Gerna. Hoezo was Jantien niet lekker genoeg of zo? Dan ben je van een rare snuiter, ja toch? En het is jij die altijd nog de baas is. En die jij is een kind van God. Die jij is gehouden aan die moraal. En die jij. Dat is niet jouw lichaam, maar jijzelf. Hè? Jij hebt als taak. om orde te scheppen uit chaos. Want dat is wat God wil. Een orde wil hij. En wat hij niet wil. Is dat eh, rare meneer met een oud uiterlijk. dat die achter een microfoon in 1990 op 11 september gaan lopen zeggen. Eh, en nu zie ik een nieuwe wereldorde eraan komen. Want dat is beloven. En hoezo denken die mensen. dat ze ermee wegkomen. door het aan plein publiek te gaan beloven. En dat God dan denkt: van, oh. Oh ja, natuurlijk. Ja, het komt. Oh, het komt nog. Oh, nee, dan ben ik te vroeg. Nee, dat is helemaal niet zo. God heeft nooit anders gewild dan een wereldorde. Kijk, hey, er staat hierachter, hieronder... Daar kunnen jullie niet zien, ik heb geen schinkkast. Maar vers 16, daar staat... Uw lieder omkeren is alsof de pottenbakker geacht werd als leem, dat het maaksel zeide van zijn maker, hij heeft mij niet gemaakt. En het geformeerde wat van zijn pottenbakker zeide, hij verstaat het niet, hij kan het niet eens. En mensen die God niet erkennen, de moraal niet erkennen, die keren zich tegen iets. Zij zijn als een pot die gebakken is door een pot te maken, zijn mond open doet, en de waardigheid, de aanwezigheid van de pottenbakker ontkent. Dat is heel belachelijk. En wat moet de grote pottenbakker met zo'n pot? Die kan je ook tijdens een Griekse bruiloft tegen de muur aankletteren, of niet? Het is een punt. En dat is het punt met die mensen die tegenwoordig zich diep versteken en hun raad, hun overleg houden ze in het geheim. En wat ze naar aanleiding van die overleggen daadwerkelijk gaan doen. dat doen ze achter de coulissen. Ze laten ons kijken naar beelden. die ze zelf opwekken. Gelijk wat er gebeurde in de Grot van Plato. Waar de mensen vastgeketend zaten. Ze konden alleen maar naar een muur kijken en op die muur zagen ze schaduwen. En dat was dat schimmenspel, daarvan dachten ze dat dat de werkelijkheid was. Waarbij Plato zei, kijk, zo moet je de staat doen. Plato was helemaal geen aardige man. Plato, die had het erover van, nou, kijk, je moet je diep versteken willen, hè? Dat is het dichtste. En je moet dus geen geheim overleggen, je mag helemaal niemand wat vermeten. En dan moet je allemaal in het donker doen, dat niemand het ziet. En, en dan moet je doen uh, vervolgens uh, alsof je uh, voor niks weet. Dan moet je kijken wat er gebeurt. Ze blijven allemaal doodstil zitten. Kijken alleen nog maar naar de beelden die jij uh, produceert. En denken: oh, oh, oh. En ze doen precies wat jij wil. De boel voor de gekken houden. En zij gaan tegen God in. En dan kan jij zeggen van ja, nou, uh, vind ik wel dat. Dat uh, blijkt weinig uit, want uh, ze zijn hartstikke rijk geworden. Ja, daar heb je gelijk in. Maar dat komt omdat het financiële systeem wat we hebben, dat is zo. Uh, het is nergens op gebaseerd. We drukken maar briefjes en dat noemen we dan 100. Of 50 of 75. En dan gaan we meelopen wapperen. Dat slaat helemaal nergens op. Dat is een groot probleem. En de oplossing, die is er nu. Dus we hebben die oplossing van hulie. Dan van, nou weet je wat? Dan, uh, dan uh, gaan we dus uh, geld bijdrukken, is soms nodig. Hè? Ja, dan moet er geleend worden. Ja, heb je extra geld nodig? Hè? Nou, en dat krijg je dan. En dan uh, kan je aanvraag indienen. En ik bekijk het bij die aanvraag. En als we dan ja zeggen, dan, dan krijg je het. Dus dan gaan zij bepalen wie de poen krijgt en wie niet. ah, En het systeem slaat helemaal nergens op. het werkt met, met contracten. Man, er is één grote janboel. De Amerikaanse dollar, wat is die nou waard? De, de waarde van de dollar wordt bepaald door de valutahandel. En dat was fratsen. Maar wat is dat ding waard? Ooit was een Amerikaanse dollar stond gelijk aan een hoeveelheid goud. Maar dat is niet meer zo. En hij is ooit gekoppeld aan de olieprijs. En ja, de olieprijs, vreemd genoeg, die is nu ongeveer gelijk aan de olieprijs van 50 jaar geleden. Sterker nog, de olieprijs is aan het zakken. Die staat onder druk. Hij aan de onderkant uit. Ja, straks is olie geen biet meer waard. Veel te veel van is. Anders kan je niet verklaren waarom de olieprijs nog steeds iets van 80 dollar per vat is. Net als dat het was in de jaren 70 van de vorige eeuw. Dus dat financiële systeem dat is een netwerk van afspraken. En wij weten niet welke afspraken er gemaakt zijn. En dat willen ze ook allemaal niet. Dus tja, maar het hele ding klopt niet. Kijk, wat wij nu kunnen maken. Dat is dat je een tabel krijgt en daarin staat iedere burger, iedere persoon. En daarin sta je met een uniek nummer en een geboortedatum. En als je komt te overlijden, dan is er een andere tabel, zo heet dat. En daarin staat dan overleidingsbericht. Dat is de tabel met overleidingsberichten. Alles wat erin staat, is van mensen die overleden zijn. Personen die overleden zijn. Dat komt er. En als jij het in je bolle vet haalt om onder twee personen in het systeem te gaan deelnemen, dan krijg je klapklap. Dat pikken we niet. Want het is diefstal. En je onder twee personen in het systeem laten registreren. Ja, waarom zou je dat doen? Twee keer kinderbijslag beuren? Dat is fraude dan. En we krijgen dus een systeem dat komt, dat kan je nu al maken. Dus waarom zouden we het niet al gaan doen? Eigenlijk. Een één tabel voor de hele wereld. Jullie is veel te groot. Nee! in kom je erbij? Ik kijk naar Facebook. En kijk al die malligheid die in Facebook zit. Al die idioterie. Daar heb ik het helemaal niet over. Ik heb het over één tabel. Met, ik weet niet hoe. Ja, tien kolommen of zo? Een spreadsheet met tien kolommen. Ah. Het enige wat we willen weten is. Uh, de, het nummer van de mutatie. En dan. De, de datum. Het tijdstip. De naam. De locatie. Dat is het. In beginsel dan hè? Dan kan je daarna altijd nog een denken van ja, daar moet nog uh, ik wil er wel meer bij kunnen hebben, want uh, ja, je hebt ze dus ook met naam hè, met je voorvoegsels, intussen uh, dingen ze en dan heb je ook nog uh, met de achteraan een titel en zo. Nou, ja, dat is snicksnack. Voorlopig heb je dat helemaal niet nodig. Alleen de naam van iemand, klaar. Maar kost dat nou? Kost helemaal niks. Nou, als we dat hebben. Dan maak je een tabel om even te oefenen dan. Hè? Een tabel en die heet berichten. Daar kan je ook een uh, entry in doen. Maar dat kan iedereen doen. Nou, dan wordt er gevraagd aan wie moet dit bericht verstuurd worden. En dan kies je een persoon. En als je iemand kiest die overleden is, dan, dan kan dat niet. Als je dat zou willen, dan zegt het systeem... Nee, die hebben we niet. En dan blijkt later dat die overleden is. Maar ja, dat, dat systeem kan het ook zeggen van... Dat kan je zelf ook zien. Ik kan Piet niet vinden? Is Piet soms overleden? Oh, hij is overleden. Oh, dan hoef ik hem dat bericht ook niet te sturen. Zo het is heel simpel. En dan een stukje tekst, zolang als je wil. Niet te lang, maar uh, uh, dat is weer snicksnack. Niet, wel Facebook bijvoorbeeld. Daar kan je PDF's uploaden en linkjes en. J-pers, MP4, zeg maar. Ja, waarom? En die tekst kan je opmaken met. dat is helemaal leuk, maar nou. En dan leert iedereen dat je een berichtje stuurt naar iemand op deze wereld. En die moet per definitie levend zijn op dat moment. Klaar. En een berichtje dat je verstuurd hebt, ja, dat kan je niet meer wijzigen, natuurlijk. <laughs> je hebt het gewoon ingevoerd in het systeem. Dat geldt voor de mensen die geboren worden ook. Je kan kenbaar geven dat er iemand geboren is en je kan dat niet even wissen. Nee, je moet een overlijdingsbericht invoeren. En dan heb je een bijzondere weergave. en dat is dan dat je kiest voor. Oeps, ja, sorry, ik was een beetje dom bezig. Was. Uh, dat is verkeerd. Het moet weg. Dus administratief overleden. That's it. En dan je naar toe dat is het. En een berichtje naar iemand toesturen, dat is zo eenvoudig als dat je een schermpje krijgt. En dan wil het systeem weten naar wie. En dan moet je wat intypen van de naam. peri Winkel. En dan krijg je natuurlijk heel veel. En Oh, dan moet je misschien iets weten van de locatie waar iemand woont. Dat. Maar je kan mij natuurlijk altijd refereren via mijn burgerservice nummer. Of mijn e-mailadres. Je kan allemaal. Allerlei... Nee, e-mail heb je er eigenlijk niet meer nodig dan. Nee, e-mail heb je niet meer nodig. Ja, dan bericht je erin en dan doe je enter. Dan uh, krijg je dan, weet ik, misschien dat het systeem dan gaat controleren. Op. Uh, nou, zeer zelf in hoofdletters. Weet je wel zeker dat je dit wil. Maar als het eruit ziet als een, um, een leuk stukje tekst. een Beetje leuk ingedeeld in alinea's. Niet te lange zinnen. En geen typfouten en zo. En als het systeem dan denkt: van, ja, ik vind het toch niet zo netjes. Dan moet je zeggen: nou, ik vind het wel netjes. En dan doe je hem erin en dan zit hij erin. Dan kan je niet meer zeggen: van, Oh nee, dat heb ik niet gedaan. Nee, hij zit erin. Klaar. Nou, en dat doe je ook met betalingen. Je betaalt gewoon wat aan iemand. En iedereen begint op nul. En je kan dan krediet krijgen, maar dat moet je doen in een sociale netwerk. Iemand moet jou krediet geven. Nou, dan heb je een credit van zoveel en dan kan je vervolgens gaan overmaken aan iemand. Dan doe je iemand een betaling. That's it. Net zo simpel als een bericht sturen, alleen er zit een geldbedrag aan vast. En de valuta waarin je betaalt, die is regionaal. Je krijgt een wereld met ik weet niet hoeveel valuta's. Een bedrijfssector kan besluiten dat zij onderling gaan handelen in een bepaalde bedrijfsvaluta. En waarom niet? Dat is wel lekker makkelijk. Dan heb je helemaal geen last van al die andere valuta. Ja, dan kan het zo, dat snap je denk, regio's een eigen valuta, bedrijfstakken een eigen valuta, ja waarom niet. Je hangt je, je hebben en houden als participant op aan de waarde van de valuta waarin je gaat handelen. En de koersen van de valuta's worden allemaal uitgedrukt in één basisvaluta. En die basisvaluta die wordt uitgedrukt in de kosten van een mensenleven en dan vermenigvuldigd met het aantal mensen. En dat is de hoeveelheid geld die er te verdelen valt. En als je, dat dan, als je die eenheid neemt en die deel je door 1 miljoen. Dat is dan de, ja, de gulden of de pond. In Engeland had je de pond en een pond was een, echt een grote jongen. Dus dan kan je zeggen dat. Wij hebben nu bijvoorbeeld een, een brief van 100 euro. Denk nu eens aan een bedrag, een, een brief van 10 euro. Dat zouden we ook kunnen doen, want wij gebruiken de centen bijna niet meer. Het is allemaal al snel 3,50 euro. En, en kortom, die, je zou eigenlijk een iets grotere euro, zeg ik dat maar goed, er zou iets meer waarde in een euro moeten zitten. Zodat de centen weer mee gaan tellen. Dat is handig. En dan zou een cent zou dan een honderdste, miljoenste van de kosten van een mensenleven zijn. Dat lijkt me wel aardig. En die bepaal je mondiaal en per regio, ja, daar kan je een hele hoge kosten hebben van uh, een mensenleven... En dan is de valuta van die regio per definitie veel meer waard dan de valuta van een regio waarin de kosten van de mensenleven bijna niks zijn. En daar zijn dus ook geen voorzieningen. Of de economie draait heel slecht, mensen veel thuis zitten, niet werken en ja, dan dalen de kosten van de mensenleven. Dus dan is een valuta in die regio dus minder waard dan een valuta uit een regio waarin iedereen lekker bezig is. En. Nou, allemaal verse groenten op de markt. En de tuinen zijn netjes verzorgd. En de bussen rijden op tijd. En. Iedereen lekker bezig. Ja, nou, die tijd komt eraan. Dat is het einde van het huidige financiële systeem. Dus je hoeft niet de corruptie van het financiële systeem te bestrijden. Waarom zou je? Je moet komen met een goed financieel systeem. En dat heeft als basis dat wat ik je net vertelde. Dus het zijn in totaal uh, vier tabellen waar ik het over heb gehad. Eén tabel is uh, iedereen die geboren is. Dan een tabel met iedereen die overleden is. Dan een tabel met berichten. En een bericht is dus niets meer als een stukje tekst. En een tabel met. Uh, Piet heeft betaald om die. Oh, en een tabel met kredieten. Piet heeft een krediet gekregen van Margriet. En dan kan iedereen gaan handelen. All over the world. En een. Nu is het zo, een banktransactie, dat is daadwerkelijk een handeling voor een bank. Die automatiseren ze wel. En het is een handeling. Dus het, dan moeten ze overboeken van de ene bank naar de andere bank. En dan hebben ze natuurlijk ook weer ergens een gezamenlijke administratie: van hoeveel heeft de ene bank aan de andere bank overgeboekt en nou willen ze terug of weet ik veel wat. Dan moet je ook weer centraal bijhouden. Dat is een heel geknobbel. En dat komt omdat iedere bank heeft zijn eigen computer heeft. En dat heb je helemaal niet nodig in mijn verhaal. Eén computer heb je. Ja, maar die komt dat niet aan. Ja, die ene computer, dat is eigenlijk één systeem... en voor de rest heb je een netwerk van kopieën van die computer. Die zijn precies hetzelfde. En die staan zo gerangschikt. In Nederland heb je dan de server NL... en die participeert in de server van het hele vaste land... En dan rapporteren we naar de Huppeltje Pubserver. En uiteindelijk staat er dan. En ik denk dat dat rijkje fik gaat worden, omdat je daar oneindig veel stroom hebt. Oneindig niet, maar je hoeft niet bang te zijn dat je daar zonder stroom komt te zitten. Dat is toch wel handig voor een computer, dacht ik. En als je dus daar naartoe gaat, dan. Ja, je komt niet zomaar ongezien dat land binnen. Dus als je zou willen saboteren, dan wordt het moeilijk. En daar staat uiteindelijk de centrale computer. En die produceert data, die publiceert die data naar beneden toe. Het wordt echt super simpel. En financiële transacties. Van een, een alleenstaande vrouw en die leeft in een dorpsgemeenschap en ze gaat naar de bakker en de slager of de supermarkt of wat dan ook. Ja, die transacties die circuleren of ja, die worden ingevoerd in dat systeem van dat dorp. Maar moet de rest van Nederland dat ook weten? Dat is denk ik niet belangrijk. Totalen moeten naar boven toe. Dat is belangrijk. Maar gaat zo'n vrouw verhuizen, dan kan ik me voorstellen dat dan een kraantje open gaat en dan worden haar gegevens verplaatst naar een hoger niveau. En die plek waar ze naartoe gaat, die hebben dan toegang tot haar gegevens op een hoger niveau. Maar al die servers in dat systeem die doen niets meer als een nieuwe gegevens accepteren. En opslaan op een veilige manier. En de backups gegarandeerd. Geautomatiseerd. Dat is helemaal niet moeilijk te maken. Omdat je het zo simpel houdt. En dan kan je het zo bouwen. Of zo, dat is ook niet waar. De architectuur is uit te schrijven. Het wordt rock solid. En iedereen kan een ander dus een krediet geven. Het is ook de bedoeling dat mensen dat onderling gaan doen. Dat is je sociale netwerken. Dan kan je tegen iemand zeggen: van... Uh, ik heb nou een baan, ik ga daar en daar werken en ik wil nu. Uh, ja, ik heb voor mijn nieuwe woning heb ik dit nodig en dat nodig, een zus nodig en ik heb een krediet nodig van duizend of zo. Dat iemand zegt, ah dan sta ik wel garant, want ik ken jou. En dan sta, geeft iemand een krediet en dan kan die persoon lekker gaan kopen. En gaat die persoon daadwerkelijk dan geld binnenkrijgen omdat die werkt, dan wordt dat afgeboekt op het krediet. Ja, dus dan sta je 200 op je bankrekening in de plus. En dan verdien je 500 en dan sta je nog steeds maar 200 in de plus. Want je krediet is afgeboekt. En op een dag is je krediet op. En wat er dan op je bankrekening staat, dat is daadwerkelijk van jou. Want je hebt geen kredieten meer. Die zijn allemaal afbetaald. En de oudste kredieten worden het eerst afgeboekt. Dus. Dus als je een krediet hebt van iemand en dan ben je van een ander ook nog een krediet... dan kan die ander zeggen van ja, maar je hebt al een krediet gekregen van Piet. En dan kan jij wel zeggen dat ik in een baan heb, maar Piet is de eerste die afgeboekt wordt. Nou, nog een lening? Nou, ik weet het niet hoor. Dat kan je dus hebben. Nou, dan moet je verder gaan vragen. En wil je een business beginnen? Ja, dan moet je naar een instantie toe... Die op dat terrein bereid is, die bekend staat, van daar kan je wat krediet krijgen. En die zullen dan aan jou een bedrijfsplan vragen. En waarom denk je dat jij een goede fietsenmaker wordt? Bijvoorbeeld. Dan vraag je een krediet aan bij de fietsenmakersbank. Een of andere geldschieter die in een bepaalde bedrijfssector wel wat ziet. En denk denk, ja, die bedrijfssector, dat uh, nou, zie ik echt wel zitten hoor. Want, uh, dat gaat helemaal worden. Nou, zo iemand dus, die meldt zich aan in het systeem en die verleent dan kredieten. En ja, waarom niet? En dan krijg je dus dat bankiers. Die krijgen de controle over de geldstromen voor zover ze daadwerkelijk economisch correct, fatsoenlijk weten te investeren. Want als ze investeren, dus kredieten verlangen, verstrekken, kredieten verstrekken aan businessen die het helemaal niet worden, ja. Dat is een niet zo'n goede ja, bank. ...maar die heeft het dan zelf fout gedaan. En wat we nu hebben is dat bankiers... ...dat is met... onder ...die George Herbert Walker Bush... ...nee, George Walker Bush... ...die werd echt uit de klauwen. Weet je dat ook alweer? Quantitative easing of zo. En bailouts. Die banken die kregen bailouts. Die hadden investeringsfouten gemaakt... ...en dan ging de overheid ging bijlappen... Ja, dat houdt in dat wij dus die bankiers kennelijk een krediet hebben verstrekt. Maar dat was toch niet zo? Het <laughs> is toch te... Maar ja. En straks is dat niet meer. Straks kan dat niet meer. Er zal het nergens meer op slaan. En ik heb het vermoeden dat zij niet in de gaten hebben... Hoe zeer ze de plank hebben misgeslagen, maar er wordt nog wat zodanig. Als alle banken, als banken met een eigen computersysteem, ja, daar zullen we van denken van oh, ja, ja. Zit je bij die bank? Ja, ja, die heeft een eigen computersysteem. Ja, hoe kan je dan overboeken naar iemand in Kuala Lumpur? Ja, maar dat hoef ik niet hoor. Ik uh, boek alleen over... Uh, en ik kan trouwens wel naar Kuala Lumpur, al uh, heb ik gewoon een klein bedragje of zo. En dan denk je zegt, wat? Betalen voor je bankieren? waarom? En laten we wel wezen, ik heb het over een systeem van vijf tabellen. Wat mag dat nou kosten per jaar? Nou, maar niks. Ik heb het zelf gedraaid voor uh, Nederland, was dat by the way. Met de LEDs. Precies hetzelfde. En die heb ik nog... Ja, die zit houterig in elkaar. Dat is het enige. Geen CSS, uh, geen leuke JavaScript. En allemaal dingen die ik nu wel ken. En die ook nu pas op de markt zijn gekomen. Als standaard. Dat was in die dagen helemaal niet. Nu zou ik het heel anders maken. Veel beter met een smartphone en erbij. en helemaal geen punt meer. Dat systeem dat heb ik heel lang zelf gehost. Ik heb het helemaal zelf betaald. Ik heb er geen s'nachts voor gekregen. En dat heeft me echt heel weinig gekost. Ik heb er dus aan zitten rekenen. Van wat nou als ik 80 kringen heb van de 30 uh, leden, laten we zeggen 100 kringen van 30 leden, een lets werkt met een kring. Hè? een vereniging mensen die elkaar kennen, zo dus een local exchange and trading system, lets. Nou, dan heb je een clubje van 30 en van daarvan heb je de 100, nou, dan heb je 3000 mensen. Nou, als je die allemaal een euro laat betalen, dan krijg ik dus 3000 euro per jaar. Dat is 300 euro in de maand ongeveer. Dat kan ik makkelijk hebben. Die, die transacties, hoeveelheden, die kan ik eenvoudig gaan hier bij mij thuis. Dat kan ik zo draaien, Dat kost helemaal niks. Dat is heel amateuristisch. Je kan ook een server huren. Dan neem je een hele mooie, dure server. 100 euro in de maand of zo. Eh, 1200 euro per jaar. Maar je bent met z'n 3000. Hè? Dus dat is per persoon. Wat dus is het nou? Een eurotje per jaar. Met nog een helpdesk erbij. Ja, het systeem is zo simpel dat dus het kan er aan kapot gaan. Backup doe je automatisch. Yeah. Je begint omkijken naar. Nou, ja. Behalve natuurlijk als mensen komen van: ja, maar ik wil bij een berichtje wil ik ook dit kunnen. Ik wil ook, ja, dan krijg je die sniksnack. Als mensen dat niet zouden doen en zich alleen maar tevreden zouden stellen met het feit: oh, ik kan iemand een berichtje sturen en ik kan iemand betalen. Nee, maar dat is handig. Gewoon blij zijn, een keer met de computer. In plaats van zeuren over. Kan ik nou ook weer, dan ook met de muizen? En dan doe ik zo. Wiep. Dat hij dan opzij gaat, automatisch. En dat hij ook. Kleurtjes, kan jouw kleurtjes? En plaatjes. Ik wil graag plaatjes. Maar je moet je helemaal niet willen. In jouw telebanking heb je er ook geen plaatjes of wel? Nou, zo moet je het zien. En natuurlijk kunnen er plaatjes bij. Dat is verder geen punt, maar het is secundair. Je goed die hoofdlijn in de gaten houdt, heb je het zo uit de grond gestand. Tegen nul kosten. En ik weet het nu en jullie weten het nu ook. En waarom hebben we dat systeem niet? Nou, het is pure onwil. Dat weet ik, dat weet ik zeker. Als je met dit verhaal komt, dan gaan de jongens van de bankiers, en die betalen al die programmeurs. en die programmeurs die gaan allemaal dikker lopen brullen. en er komt een, een lastercampagne. Want dan krijg je een systeem met uh, ja, net zoveel valuta als dat je zelf wil. En iedereen kan krediet verstrekken. en... Businessen moeten maar, als ze echt veel geld willen, je wil 100.000 hebben of zo. Nou, dan moet je op zoek gaan naar iemand uh, die uh, kundig is. En die weet, die weet waar jij het over hebt. En die jou snapt. En die zegt: Ja, inderdaad. We geven jou een ton. En dan, nou, dan willen we zoveel procent van de winst over de eerste vijf jaar. En dan zijn wij tevreden. En je betaalt alles terug natuurlijk. Plus, we willen zoveel van de winst. Want wij nemen een risico. En het risico schatten we zo hoog in, dus willen we zoveel van de winst. En dan kan je bijvoorbeeld een krediet krijgen van de bank, wat erop neerkomt dat de eerste vijf jaar dat jouw bedrijfje draait, dat jij, ja, je zal geen whisky kunnen drinken. En in de rondte kunnen rijden in Mercedes met brunettes. Dat is dan niet te betalen, omdat de bank al je winst wil. Maar ja, dan ga je maar vijf jaar lang op een houtje bijten en daarna, huppakee, is de bank tevreden en dan uo, heb jij je business. Zo zal het worden. En dan heb je niet meer de ABN Amro Bank en de Rabobank, en dat zijn hele verschillende banken, want dat zijn ze helemaal niet. Je ja, krijgt de bank voor het visserijwezen, en de bank voor de fietsenmakers, en de bank voor de. noem het maar. kledingreparateurs. Dat gaat komen. En dan krijg je de volgende fase met allerlei aanhangende dingen. En dat is dat de producten, dus de daadwerkelijke handel. Die ga je er ook mee doen. En dat wordt een klap, jongen. Oh, dan gaan ze echt. Oh, dat gaat oud doen. En dan gaan er heel veel softwareproducten. gaan allemaal sneuvelen. Het wordt allemaal overbodig. Je hebt nu in de wereld van de handel. Heb je leveranciers. Er zijn er verschillende. Dan heb je Oracle Finance. En je hebt PeopleSoft. JD Edwards bestaat ook nog steeds. Dacht ik, met hun One World product. En IBM zal zelf nog wel een aantal dingen hebben. Je hebt uh, Microsoft met de .NET. Allemaal verschillende systemen. Die worden straks in één klap overbodig. En die invoering die zal heel geleidelijk gaan. Dus bedrijven maken dan gebruik van PeopleSoft. En dan zal er iemand zeggen van goh, we kunnen dat en dat kunnen we wel gebruiken in PeopleSoft. Maar dat kunnen we net zo goed doen in het centrale systeem. Punt 1 is het dan zo goed als gratis. En punt 2, we kunnen veel meer. Want we kunnen handelen met iedereen over de hele wereld. En dan gaan ze één voor één over en dan verliest Peoplesoft langzaam aan grote happen van hun cliëntele. En dan gaat we brokken tegelijkertijd. En in het centrale systeem daarin zal iedere participant die zal een zelfprogrammeur zijn per definitie. Dat is de hogere fase. Als je dus de basis met die financiën hebt. Die financiën, geboorteberichten, overlijdensberichten. Die financiën, de kredieten. Oh ja, gewone berichten. En bij personen. Je moet ook denken aan virtuele personen. Wat we nu noemen stichtingen, verenigingen. Zeg het maar. Dat worden ook personen. En die hebben ook een geboortedatum. Maar die heet dan stichtingsdatum. Of oprichtingsdatum. Maar het is dezelfde datum. Het is ook gewoon een persoon. Alleen het is geen mens. Het staat voor een groep van mensen. Meer hoef je ook niet te weten hoor. Het is allemaal klaar. Hè? In eerste instantie hoef je niet meer te weten. De rest is snacksnack. Yo, maar ik heb een bedrijf, dat was een visserijbedrijf... ...en daar wil ik ook op kunnen geven dat ik heel goed ben in het vangen van haring. Ja, dat is snacksnack. Maar dat mag allemaal wel, dat komt wel. En dan zul je dus visserijbedrijven in Japan... ...en visserijbedrijven in China en al, al die andere landen, Alaska en zo... ...die hebben allemaal hetzelfde systeem. Dus voor de visserij. Heel handig. Handige invoerdingen, of weet ik voor wat. Dus als een, uh, zo iemand heeft gevist en dan, wordt, dan heeft hij de vangst, en levert hij af. En dan de kilo's, dat staat gelijk al in het systeem. Dus dan hoef je verder niks in te voeren of zo. Het moet toch gebogen worden. En dus nou, dan weeg je het. Nou, dan heeft, uh, dat schip heeft uh, zoveel kilo uh, vis uit de zee gehaald. Uh, wat voor vis? Platvis, haring... Ja, maar de bijvangst dan, hè? Uh, ja, ja dat is sniksnak. Daar <laughs> ja, moet je niet gelijk aan denken. Dan krijg je zo'n wereldwijd visserijsysteem. Hartstikke is leuk, man. Ze zijn die zich diep versteken willen voor den heren, hun raad verbergende en welke werken in duisternis geschieden, duisterheid geschieden. En zij zeggen, wie ziet ons en wie kent ons? Straks over. Helemaal over. En ze maken onderling nog lekker voor ruzie en ja, dan houden ze alles lekker. Ja, nee, moeten we nog uitzoeken. In ja, het begin Ja, maar dat is uh, ja, dat zijn eigenlijk twee BV's namelijk. Hè? En je moet het, uh, ja, er is ook nog een uh, Houtster-firma. En uh, ja, dat zit toch anders, maar dat uh, zal ik even laten uitzoeken door mijn accountant. Dat is straks over. Dat is gewoon: uh, alle financiële transacties staan in het systeem, met een datum. En wie heeft betaald aan wie? En wat voor een uh, tekstje zat erbij. Dat wordt allemaal bekend. Wee degene die zich diep versteken. Straks is dat over, per definitie. Je hoeft helemaal niet te vechten tegen de corruptie. Je hoeft je nergens druk over te maken. Je moet weten dat we dat systeem nog niet hebben. En aangezien dat het systeem is... Ik kan je zeggen, nou, we leven in de chaos, want we hebben niet eens een fatsoenlijk financieel systeem. Ja, nou, wake up. Dit is al uh, ongeveer sinds Babylon aan de hand. En laten we eerlijk zijn, alle financiële systemen tot nu toe, het is allemaal uh, ongelofelijk onzin. We zijn nog een tijdje bezig geweest om in Noord-Amerika de, de Amero. Hoor je Niks meer van. Maar er zou een nieuwe valuta komen. Er is zelfs al. Uh, heeft in de krant of op internet stond het. Dat China had alvast een hele hoop Amero's gekregen. Van dat wordt zodanig. Wordt dat echt een. Uh, nou, dat gaat een worden hoor. Wat toppertje. En de Chinezen mooi mee getild. Want die hele Amero zijn helemaal niet gekomen. Als het allemaal waar is wat je dan hoort. En wat waar is, is dat dat soort dingen die worden in het verborgenen afgesproken. En mensen zoals Benjamin Fulford... een beetje schreeuwlelijk, een beetje migakattenachtig gehalte... maar dan nog, die laat wel wat doorschemeren wat daadwerkelijk gebeurt. Maar die weet ervan. De hele scam met de Federal Reserve bijvoorbeeld. Dat wisten de Amerikanen ook niet. De Federal Reserve is begonnen op dat Jekyll Island... Dat is uitgeschreven door die Griffith, Griffith was dat. The Creature from Jekyll Island. Hebben ze tijdens het kerstreces van het Amerikaanse parlement, hoe heet het daar, congres, tijdens het kerstreces, iedereen zat lekker dat uh, kerstfeestje vieren. En dan even op Jekyll Island met z'n allen afspreken van, ja, hey, we gaan het zo doen. En toen mensen terugkwamen van de vakantie, was het financiële systeem in één keer uh, omgegooid. Oh ja, nou ja, als dat toch al gebeurd is, ja, dat moet het maar. Ja, dan waren ze de eigen dollar kwijt. En hey, maak je geen zorgen. Wedegenen die zich diep verschuilen, diep versteken, willen voor den heren hun raad verbergen. Want wat zij willen, dat is alleen maar fraude. En dat wil God helemaal niet. God wil dat wij onze naaste lief hebben zoals wij zelf. Ons zelf. Dat wil hij. Hij wil dat we voor elkaar gaan zorgen. Hij wil vooral dat we elkaar gaan troosten. Hm? Niet allemaal zo stoer doen tegen elkaar. Elkaar troost bieden. Heel belangrijk. Tot de volgende keer. Met toffe dingen uit de Bijbel.